Ja, jongens, we kunnen er echt niet omheen deze week. Maar we gaan er toch omheen. Corona, want we hebben het allerleukste tot het allerlaatst bewaard. We gaan op een hele leuke manier de week doornemen. En dat doen we met BN'ers die ik heb uitgenodigd om hier met ons de week door te komen nemen. Allereerst is hier voetbalanalist en bluesliefhebber Johan Derks. Ja, precies. Oké, verder natuurlijk onze nationale bronbeer en enig jurylid van de slimste mens, Maarten van Ros. Wat een infantiel gedoe allemaal. Ja, tenslotte, in het hol van de leeuw, het geweten van Hilversum, een stem van het volk, AD-columniste Angela de Jong. Kijk even. Angela de Jong. Oh, jongens. Ja, nou, ontzettend welkom. Alle drie, daar gaan staan, Johan Derksen. Om met jou te beginnen, Johan Derksen. Afgelopen vrijdag was weer de allereerste aflevering van Veronica Inside. Eigenlijk na dat Black Lives Matter incident. Hoe was het weer om met Kieft en Gijpie en vooral Wilfred aan tafel te zitten? Weet te verzekeren dat het niet aquasi is. Ja, precies. Ja. Ja, en Wilfred die kreeg na deze gevraagde uitzending natuurlijk ontzettend op zijn sodemieter. Hij had het heel erg moeilijk. Hoe komt dat eigenlijk, Angela de Jong? Hij wil het toch graag bijhoren, denk ik. Het lijkt wel alsof Wilfred geen nee kan zeggen. Ja, precies. Maarten van Rossum, deze week werd bekend dat Trump genomineerd is voor de Nobelprijs voor de Vrede. Dat is nogal wat, terwijl in zijn eigen land 200.000 coronadoden te betreuren zijn. COVID. Ja, nou, Maarten van Rossum. Die prijs is natuurlijk in wezen al jaren een niet bijster serieus te nemen aangelegenheid. Hè. Het is wel beschouwd dan tamelijk idioot vooroorlogsreliquie van een stel niet bijster verlichte normannen, waarvan je inmiddels sterk kan afvragen of het niet net zo'n stupide en onbenullige onderneming is als zoiets als het toch niet bijster verheffende circus rond de televisie. Het is echt precies Maarten van Rossum. Ja. Oh, we lachen dit. Nou, Maarten van Rossum, de televisiering is nog wel altijd de belangrijkste televisieprijs van Nederland. Nou, ik bedoel maar. Ja, Angela de Jonge, voordat wij verder gaan. Hè, ik ben ontzettende fan van je stukjes. Ik lees ze eigenlijk altijd. Maar ik ben helemaal niets tegengekomen over Zomerpromenade. Heb je de afgelopen weken wel gekeken? Ja. En? Ik vind er helemaal niks aan. Oh. Ja, ik vind het typisch grachtengordel. En daar heeft de gewone televisiekijker gewoon geen behoefte aan. En als Henry van Loon dan ook nog deze week in het nieuws is, omdat hij zijn kind genderneutraal wil gaan opvoeden. Ja, dat is precies waar Nederland dus zo klaar mee is. Weet je wel zeker dat het niet aquatie is? Maarten van Rossum, wat wil jij hierover zeggen? Nee, niks. Ik zeg helemaal niks. Want als BN'er kun je maar beter je mond houden tegenwoordig. Maarten van Rossum. Ja, oh ja, nou, ik dank je wel. Over dergelijke onderwerpen kan je als verstandig mens beter niet uitspreken. Anders komen de veelal niet bijster intelligente ratten weer uit hun holen. Ja. Nou, ik vind wel dat als je zoiets zegt, hè, als je zo'n interview geeft, dan weet je dat de mensen daarover gaan vallen. Je weet dat de normale Nederlander smult van dit soort nieuws. Normale, je weet echt helemaal niet hoe zoiets gaat. Maar van Rossum. Je snapt echt wat. Eva, Angela de Jong, als we eventjes kijken naar de reacties op ons programma, hè, op de hele sociale media, in de kranten, op andere televisieprogramma's, al jouw collega's, eigenlijk unaniem, hè, briljant, geniaal, fantastische televisie, laaiende recensies, de een na de ander. Dan is het toch eigenlijk best wel een beetje vreemd dat jij helemaal niets geschreven hebt. Nou, jullie stonden natuurlijk ook tegenover een kijkcijferkanon als Heel Holland Bakt. Afgelopen februari zat ik bij De Wereld Draait Door. En Matthijs die beloofde mij daar godverdomme gewoon een nominatie voor de Nipkow schrijven. Zullen we even kijken? Ja, leuk. Maar Diederik, ja. Maak je toch geen bal uit, kijkcijfer? Dit is een culthit. Je wordt genomineerd voor de Nipkow schrijf. Mark my words. Weten we zeker dat het niet aquasi is? Tonkap eventjes. Weet je wat het is? En dat heb ik wel vaker gezegd. Maar wij worden al jaren onderworpen aan die kijkcijferterreur. Iedereen die in dit land iets moois wil maken, moet het afleggen tegen opgekochte formats en kijkcijferkanonnen. Omdat mensen, als jij het zo ontzettend belangrijk vinden, dat we ons met ons allen voegen naar die asgrauwe middelmaat waar dit hele kutland zo langzamerhand mee bezaaid is. Je moet gewoon zelf eens een beetje gaan nadenken. In plaats van dat heilig verklaren van die gewone man de hele tijd. Met zijn onverschillige, zouteloze kutbek. Diederik, sorry, maar... Waarom ben je eigenlijk voor die Nipkow-schijf gaan liggen? Nou, waarom ben je daarvoor gaan liggen? Dat is wat je gedaan hebt, hè? Je bent er gewoon voor gaan liggen.
Vond je het nou werkelijk zo verschrikkelijk dat je een of ander generiek kutprogramma als oogappels moest nomineren? Godverdomme! Ik heb er dus ook helemaal niet om gevraagd, hè? Wij zijn altijd heel voorzichtig met ons privéleven, snap je? Maar die kutprogramma's als Shownieuws en Boulevard, die weten altijd wel een of andere hypocriete kuttruc uit te halen, dat ze toch iets uit je weten te peuren. En dat maakt er geen fuck uit wat, want ze blazen alles op. En het interesseert ze helemaal geen reet of het waar is of wat de consequenties zijn. Maarten, dan komt er zo'n kutwijf van Shownieuws met een blauw en een roze rompertje op Jelka af. Ja. Na een interview voor een hele andere serie. Ja? Dus, oh, wat een jong of een meisje. En dan zegt ze niks. Dan zegt ze, nou, dan zegt ze dit gewoon. De waarheid gewoon, dat het niet uitmaakt. Dat is het, meer niet. En dan is dit de kop. En dan valt heel twitterend kut Nederland over die shit. Daar heb ik dan mee te maken. Extreemrechtse debielen achter je aan de hele kutweek. En dan moet je dan boven staan, Diederik. Dat moet je doen. De boven staan, ja. Ik sta er godverdomme al 20 jaar boven, ja. En nu niet meer, want het gaat verdomme over mijn kind. Ik snap het. Het is er nog niet eens, Maarten Diederik. Rossen, nee. Wat? Niks Maarten van Rossum. En dit heeft ook weer helemaal geen zin. Ik hou verdomme mijn bek wel weer. Kom, rustig, man. Het komt goed. Het spijt me, Angela de Jong. Dit doen we anders nooit, echt niet. Ik had nooit zo uit mogen vallen, echt niet. Het spijt me. Maar weet je, we hebben zo'n mooi seizoen. Zou je er dit keer niet voor willen gaan liggen? Alsjeblieft. Laat me niet alleen. Toe vergeten strijd, toe vergetenheid. Laat me niet alleen. Want die domme tijd vol van misverstand, ach, vergeet het, want het was verspilde tijd. Hoe vaak hebben wij met een snijdend woord ons geluk vermoord. Kom, dat is voorbij. Laat me niet alleen. Lief. Ik zoek voor jou in het stof van de wegen, de parelen van regen, de parelen van dauw. Ik zal heel mijn leven werken zonder rust, om jouw licht en lust goud en goed te geven. Ik sticht een gebied waar de liefde loont, waar de liefde troont, waar jouw wil geschiet. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Nee, ik vraag niets meer. Nee, ik spreek niet meer. Ik wil je schaduw zijn. Ik wil je voetstap zijn. Maar laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet. Van de week kwam een vrouw naar me toe, die zat te zeiken over dat ze grotere borsten wilde. Ik zeg, nou, weet je wat je wel moet doen? Dan moet je er één keer per dag met een wc-papiertje tussendoor wrijven. Nou, zegt ze, denk je nou echt dat het werkt? Ik zeg, nou, voor je kont werkt het ook, toch? Ja. Langs de promenade van de actualiteit. Wie vindt wat en wat vindt wie, wie maakt zich zorgen, wie heeft spijt. Wat verdwijnt er en wat blijft, wat overleeft het dan destijds. Samen langs de promenade van de actualiteit. Geen vervolging voor Aquati over Zwarte Piet. Iedereen staat weer te schreeuwen. Heb je klachten, wil je testen? Nou, dat lukt haast niet. Een afspraak maken duurt nu eeuwen. Promenade en corona, alles komt ooit tot een eind. Is alles dus hetzelfde of het anders dan gewend? We lopen langs de promenade van de actualiteit. Met een lach en met een tranen die verdomde haat en neid. Samen kopie onder op het ergste voorbereid.
samen langs de promenade van de actualiteit. Langs de promenade van de actualiteit. Ja mensen, dit was het dan echt. Zomerpromenade, ik hoop u snel weer terug te zien. We hebben nog geen flauw idee wanneer, maar hoop doet leven. Rest mij u nog een heerlijke herfst te wensen. Mijn naam is Diederik Ebbingen. Pas op voor wielrenners, niet alleen in de zomer. Dag, kut. Wordt het nou een jongen of een meisje, Henry? Flikker op, Ton. Hou je bek, man. Oh. Ik vind je eigenlijk veel leuker dan op tv. Ah, ja. Stort maar hier. De hele studio moet vol. Wordt een beachparty, dus... NTR.